Welkom bij Derayeur, de wieler podcast van Pix de Ronde van Italië staat voor de deur. En dus hebben we twee fijne wielergasten uitgenodigd om het over de nakende Giro te hebben. Mark Sergiant en Jan Bakelands, welkom mannen. Mark, klopt het dat jij in je carrière, die toch meer dan 15 jaar duurde, slechts één keer de Ronde van Italië hebt gereden? Ja, dat was in 1983. Uh, en dat was blijkbaar nog een periode dat ze dachten van De tour, dat is nog te vroeg. Uh, eerst even proberen in de Giro, uh, en dat was mijn ja. tweede jaar als prof. Dus, uh, als we dat vergelijken met nu, dan ze al, uh, hebben ze al twee keer gewonnen. Of zoiets, <laughs> de Tour en de voorjaarsklassiekers, dat was zo wat uh, ja. jouw combinatie? Uh, jaarlijks. Ja, vrij vroeg beginnen, dus uh, ja. koersen in, in februari, dan uh, klassiekers tot en met uh, Amstel, soms ook Luik. En dan uh, focus op de Tour. Ja. Jan, jij hebt meermaals de Ronde van Italië gereden in, uh, in jouw carrière. Heb je aan koersen in Italië ook je liefde voor wijn overgehouden? Um, goh, die zal ik ook ergens anders wel opgepikt hebben. Maar uh, het is wel zo, natuurlijk, dat de Italiaanse wijnen voor mij heel veel uh, aan betekenen en dat ik daar uh, altijd graag terugkom om te gaan proeven of, uh, of, of een fles van open te trekken. Ja. Vier keer uh, heb ik de Giro gereden. dus dat uh, zijn altijd goede herinneringen. Twee keer uh, ook met Mark als, uh, als uh, algemeen manager toen van de. Ja, Omega Pharma Lotto-ploeg toen de tijd. Dus uh, nee, ik reed de Giro wel graag. Al bleef dat natuurlijk ook toen in het begin eigenlijk ja, de koers voor de overschot, om het zo te zeggen. Je wilde toch eigenlijk in de eerste plaats naar een Tour en die plekken werden al rap verdeeld. En dan de jongere renners die kwamen, zoals ik in de tijd, die werden dan naar een Giro gestuurd om te proberen. Maar ja... In de media en al daar rond uh, voelde wel al rap de, ja, dat een tour dat, dat toch wel uh, next level was. Dat dat toen nog een stapje hoger staat. De laatste jaren vind ik zelf dat dat, dat, dat verschil wel wordt uitgevlakt. Verschil, ay, waar het dat vroeger echt een koers was die vooral bij de Italianen heel veel belang had, zie de, zien we nu toch wel dat, uh, ja, dat dat voor ook alle Vlaamse renners en Belgische renners uh, bij uitbreiding en uh, Europese renners uh, een belangrijke afspraak binnen het wielerseizoen is. Ja. Uh, je haalde het al aan, Jan. Omega Pharma Lotto. In 2010, 2011 hebben jullie samengewerkt. Wat herinner jij je nog van die periode met Jan in de Giro, dan bijvoorbeeld? Uh, maar ik was in 2010 ergens midden in de Giro wel bij. En toen zat Jan in een heel rare ontsnapping. Ik denk ja, net gezegd 50, 60 renners. En dat was zo'n twijfelgeval. Wie zit daar nu bij? Dat duurde heel lang voordat we wisten wie dat daarin zat, in die kopgroep. Enfin, kopgroep. Ja, het was bijna een peloton. En uh, uiteindelijk zat er toch niemand gevaarlijk tussen het klassement. En niet is dat een beetje begaan, maar dat duurde wel heel lang. Dat was met een, een overgang tussen droog en een hevige regenbuig. Sommigen mm -hmm. wouden een regenvestje, anderen weer niet. En op was iedereen het zicht kwijt van waar, wie het waren. Jan zat in die eerste groep. Ik uh, denk met Francis de Greve ook nog. Uh, Charlie Wegelius en Matthew Lloyd zeker. Ja, toch een en... paar man. Ja. En ik weet nog dat we op. Uh, Jan zijn hart hardgedrukt van Gerdeman, Die moet in houden. Dat, dat heeft hem echt perfect gedaan. Tot uh, ja, ik denk de laatste bocht, hè, Jan. Tot ja, het was uh, aankomst in Laquila op een klim van anderhalve kilometer. En ja, beneden lag daar een Haakse bocht en ook wel uh, of Camberlag. lag. En uh, daar was ik eigenlijk mee met Gerdeman. Uh, in de afdaling hebben wij al een gatje gesloten van geslagen van een seconde of vijf. Ja, en in die bocht uh, schiet mijn voorwiel weg op een olievlek. en uh, ja, weg. Weg ja. ritzeigen, hè, of mogelijk ritzeigen, maar ik denk dat je een heel grote kans hebt dat Ja. gaat. Ja. Tegen Lino Scherdeman, de Ja, uiter, die die ja dat uiteren. was ons opgevallen dat dat in een van de, de trekkers was in die groepgroep. In die Want -groep. uh, dan was er nog een klim, eigenlijk net voor de laatste klim, en Jan zat goed in het wiel en iedereen moest passen. En hij bleef er toch maar bij. we zijn niet overpakken, niet overpakken. En, uh, ja. Jammer genoeg. Een jaar later, in 2011, winnen jullie met de ploeg wel een rit? Hè? Ik denk in 2010 winnen we de bergtraam met Matthew Lloyd. Ja. En Lloyd was mee in die rit naar L'Aquila. Hij heeft daar ook wel heel wat punten gesprokkeld, want dat was geen te onderschatten rit. En in 2011... Nee, in 2010 hebben we ook een rit gewonnen. Toen was Lloyd daar ergens uh, ah, ja. tegen, tegen ja. Genua. <laughs> een complete uh, verrassing eigenlijk. Redelijk vroeg in de Giro. Maar dat was in, in die tijd. Ik ging dikwijls mee in het begin van de koers. Um, en toen zei ik altijd, er gaat iemand een rit winnen. Alleen weet ik niet wie. Mm. en dat was Ieder jaar kwam dat bijna mm. uit dat er iemand een rit won die ja, bijna nooit anders een andere rit ging winnen. Bart de Klerk bijvoorbeeld, die won in 2011. Ja. Ja. Op een, ja, als je de foto ziet, was het precies dat hij de sprint wint. Maar hij was eigenlijk uh, de laatste 10 kilometer alleen. En ze kwamen nog akelig dichtbij uh, om hem toch de winst nog af te pakken. Maar hij won. Ja, Scarponi werd daar uh, ja. de tweede. Uh, echt op. De betreurde op Michele Scarponi. Ja. Dat zijn giros die al iets verder in het verleden ja. uh, liggen. Welke recentere giro is, is jullie bijgebleven en, en waarom? Oh, voor mij die van, uh, die van Froome, omdat dat toch een spectaculaire omwenteling was. Uh, ja, dat leken gedane zaken daar, uh, met, met Tumula en met Yates eigenlijk, die ja, de sterkste mannen in koers leken te zijn. Froome die eigenlijk twee weken echt ja, je moeilijkheden leek te hebben, veel uh, voor eigen tempo koos en dan altijd wel wat achterna reed maar daar in die rit naar, uh, over de Colle delle Finestre aankomt sinds 60 jaar en uh, ja, <laughs> ineens wonderbenen vindt ja. en iedereen naar huis rijdt en ja, alles omkeert. Ja, in 2018 was dat inderdaad dat uh, ja. Vroem een geweldige uh, solo-inspanning... Uh... Ik ging hetzelfde zeggen, ja. Om, omdat dat eigenlijk zo'n ja, onbegonnen zaak uh, was dat hij uh, dat toch nog zou gaan winnen. Uh, daar dacht er niemand meer voor mogelijk. En op welke manier dat deed dat was toch wel uh, indrukwekkend ja. ja spreekt inderdaad wel tot de verbeelding die van Dumoulin die ook nog bijgebleven of in mindere mate? Uh, 2017. absoluut ja omdat ja, een hele goede renner maar hmm. een Giro winnen dat was toch nog uh, ja hij deed het dan toch maar hoe is het in de Gravelwereld, Jan? Want daar houd jij je tegenwoordig. Uh... In de Gravelwereld is het heel goed. We hebben elkaar zondag nog gezien in Valkenburg. Uh, nee ja, ik amuseer mij wel. En uh, mijn gerecht die nu ook erbij komt, uh, gaan we samen binnenkort. Alleen niet echt samen samen. Maar het zal plezant zijn om uh, met een andere Belg die kans maakt op de zegen naar runbow te gaan. En uh, ja, dat, uh, daar kijk ik wel naar uit. Morgen is het Belgisch Kampioenschap, uh, Gravel in Turnout. Dat is ook uh, ja, een afspraak in het eerste echte Belgisch kampioenschap. Want vorig jaar was het een, een dubbel PK en EK. Dus uh, ja, de, de Gravelwereld uh, ontwikkelt zich verder. En uh, ja, ik ben blij dat ik daar uh, nog een verlengstukje... alleen minder uh, gericht dan vroeger en minder met oogkleppen op dan, uh, dan toen ik uh, op de weg reed. Ja, toch een soort van verlengstuk kan aan mijn carrière kan breiden. Dus ja. Dat is heel plezant. Ik haal het ook maar aan omdat er een beetje gravel in de, in de komende Giro zit. In uh, rit 6 is het iets meer dan 11 kilometer. Toscaans grind in de laatste 50 kilometer. Um, Promo voor de witte wegen van Toscane, niet de, meer dan dat? De eerste gravelrit die zat ook in de Giro van 2010. Ah, ja. En uh, daar was ik ook echt heel goed. Op een gegeven moment was ik daar weg met vinokurov en Garzelli. En, uh, allee, ja. Als ik uh, toen had geweten wat ik vandaag allemaal wist, had ik in giro veel meer moeten presteren in, in pure resultaten dan, uh, ja. dan wat dat geworden is. Ik kwam aan in Montalcino en de rit die er dit jaar in zit, die heb ik bekeken. Uh, het is eigenlijk niet veel soep, het is een Sterrato mm. sterato klim in, mm -hmm. um, die, die wel ja, zijn impact op de koers kan hebben, want algemeen is het wel een, vrij, uh, een rit die vrij veel op en af gaat, 2200 hoogtemeters. Uh, begint gemakkelijk in Viareggio, geloof ik. Mm -hmm. Maar uh, ja, om nu te zeggen dat het echt uh, een groter impact gaat hebben, dat zal zoals altijd afhangen van de renners. Het is niet dat, dat je bij voorbaat zit en no. zegt: Dit is zo lastig dat ze overal gaan rijden. Ja, een verschilmaker wordt het niet meteen zoals die Gravelrit die Bernal won enkele jaren geleden in de, in de Giro, waar hij toen toch de, uh, de tegenstand op. Uh, ja, je Mag weet nooit. Zoals Jan zegt, de, de renners maken de koers. Mm -hmm. Wat gaan ze ermee doen, Dan hebben ze schrik van of niet. Um, maar het is een feit, de Bianca heeft wel iets in, in gang gezet. En iedereen begint er nu een beetje uh, ja, toch ergens iets te vinden dat er uh, optrekt. Ja, heeft het zijn plaats in grote ronde, vind jij maar? Voor mij hoeft het niet per se. Um, maar voor zover ik weet, is er nog geen enkele keer in die grote rondes. Dat het bepalend geweest is voor uh, die valt uit of, of whatever, nee. uh, voor het klassement. Ja. Maar wel spectaculair om te Fijn, zien, altijd. Um, ja, spectaculair om te zien, zeker. En um, ja, ik denk dat dat een, een beweging is die moeilijk terug te draaien valt. Um, ik denk dat de constructeurs er toch vraag in de partij aan zijn. En nu de ASO het ook ja, in belangrijkere mate aan de Giro dit jaar overpakt in, in de Tour, dat is echt wel een rit die impact zal hebben, denk ik. Uh, ja, gaan we dat meer en meer zien? Of er moet echt uh, een belangrijke valpartij gebeuren, ja. daardoor, wat ook wel kan. En dan uh, zou het kunnen zijn dat dat toch ineens terug wordt opgeborgen. Maar uh, ja, het blijft braaf momenteel. Hè. Er blijft veel asfalt. En mm. uh, ik denk, vroeg of laat gaat er onder druk van de constructeurs misschien wel eens een moment komen dat ze zeggen: ja, we maken een rit die eigenlijk alleen met een gravelfiets kan aangevat worden. En ja, dat kan dan wel dat er echt ja, andere fietsen aan te pas komen, zoals in, ja, vroeger in Parijs roubaix En dat, dat zou uh, ja, veel lastiger zijn dan en, uh, en een heel andere impact op de koers hebben dan, dan wat we nu bijvoorbeeld in de Giro zien. Ja, en ook logistiek voor de ploeg. Een ja, dat grote is, uitdaging uh, dan waar? Dat is een grote uitdaging. Ja. Als je dan een nog moet bijtellen. Uh... Ja. Maar ja, het wordt ook gedaan in tijdritten. Dus mm -hmm. het is niet onmogelijk. Nee. Het is dan misschien maar één dag. Dus. Ja, ja, het is duidelijk. Maar ik zal dat bevestigen. Maar een tijdrit, dus dekels die tijdritfietser reizen geen drie weken mee. Hè. Dus nee, dat is dikwijls uh, dus... een extra camionet die opkomt uh, met dat materiaal voor, voor een paar dagen. En, uh, ja, zo wordt dat ingepast hè. en dat zou hier dan niet anders zijn. Ja. Organisatoren gaan er altijd vanuit dat ze dat wel oplossen, die ploegen. Wij organiseren, wij zijn baas ja. en uh, het is aan de ploegen om het op, op te lossen. Ik weet nog, een Giro is daar een van de, van de krakken in eigenlijk. Uh, op een inleidende meeting, zo binnen, binnen zoveel maanden is de Giro, wordt, wordt iedereen dan ingelicht hoe het zal zijn. En uh, dan komen er constant vragen: van ja, maar hoe moeten we daar geraken? En dan zeggen ze altijd: ja, dat moeten jullie dan maar doen. Hè? Dus, uh, <laughs> dat is heel eenvoudig. Ja, dat is ook een deel van de charme van de Giro. Die chaos die op die manier wat gecreëerd wordt? Of niet? Absoluut, ja, dat is dikwijls. Aan uh, start en finish is het een beetje uh, ja, improviseren soms, lijkt het ook. Um, maar het komt altijd goed. Dat zeggen ze altijd ook. Ja, is dat wat voor jou ook de Giro aantrekkelijk maakt, Jan? Zo'n beetje die uh, Italiaanse flair en chaos? Um, oh ja, ik ben sowieso een Italofiel, dus ik kom daar heel graag. Uh, wat maakt daar aantrekkelijk? Sportief, allee, ook voor mijzelf, um, vond ik de tour wel nog altijd interessanter. Maar ja, Italië is gewoon een prachtig land en uh, als renner worden daarmee veel meer respect behandeld, vind ik zelf. Door de, door de omstanders, door de toeschouwers, gezet daar eigenlijk een halve god aan dat dat in Frankrijk is. Niet dat ze daar niet van, van wielen en maar het soort mens dat naar de Giro komt kijken, ja, dat is echt wel, ja, die tifosi, die, die namen, dat is niet voor niks gevonden. Dat, ja. allee, dat zijn wel echt wielerliefhebbers door hart en nieren. En, uh, ja, dat, uh, dat is toch iets speciaals. En ook gewoon te, de eerste keren bij Lotto was dat ja. nog uh, zonder kok en al. En dan komt in een Giro. Alleen in een Tour was er wel al een kok. Maar in een, ja, dat, Giro is een beetje het bijprogramma op dat moment. Mm -hmm. Dan kom je daaraan en dan zie je toch. Je gaat niet veel slecht heet, Je gaat eigenlijk nooit slecht eten. En zelfs de hotels die zijn soms wat ouder. Maar die gaan altijd charme en denk hebben. Je gaat nooit in, in, een, in een Tour slaapte heel veel. Zelfs nu nog in ketens. Uh, waardoor dat je. Je mist charme, je mist authenticiteit. En in een Giro, ja, dat, is, dat, dat blinkt uit in authenticiteit. Zowel in de koers als al wat rondkomt, uh, die overnacht en al. Ja. Dus uh, dat is zeker de moeite. Dat maakt ook dat het Giro voor de echte wielerliefhebbers, om ze zo te noemen, ja. de, vaak de mooiste grote ronde van het, uh, van het jaar is. Ja, ik moet zeggen, ik, ik herinner me dat nog altijd levend, Het is van 83 geleden. Maar toen reden er nog, uh, renners als ja, Moser, Saroni. En zoals Jan zegt, dat waren daar uh, halfgoden. Hè? Dat was uh, voor, voor mij als Belg was het ook nog nooit, nooit gezien. Uh, in, die, in die mate, zoals wij de klassiekers natuurlijk allemaal kennen, en uh, de renders ook allemaal herkennen, is dat daar uh, maal zoveel ieder rit weer voor, daarom niet voor, daar voor die ja, Italianen van die tijd was dat toch wel uh, spectaculair om te zien. Ja. Uh, we hebben het net al over de gravelrit even gehad. Uh, als we het parcours bekijken, mannen, zes aankomsten bergop. Die mooi verdeeld zijn over die uh, drie weken. Uh, twee tijdritten ook. Eentje van 40 kilometer in rit 7 en uh, eentje van 31 kilometer in rit 14. Uitgebalanceerd, Jan, dat parcours? Ja, heel, heel uitgebalanceerd denk ik. Allee, zeker geen gemakkelijke giro, maar is er, uh, is er ooit een gemakkelijke giro? Dat denk ik niet. Um, een paar ritten die dat ik persoonlijk dan wel goed ken, bijvoorbeeld die rit naar Livigno, uh, waar ik ook per toeval onlangs naar die startklim, College San Marco of zoiets ja. hey, in de start uh, heb opgereden. Ik wist het pas achteraf, maar uh, ja, lastige kolok. Uh, en dan aankomen in Livigno, ik denk misschien zelfs, ofwel hebben ze het moeten asfalteren voor de koers, ofwel is dat ook over Sterato. Ja. Het is inderdaad uh, op het einde een beetje onverhard. Ja. Uh, aankomst boven op die skiberg, de Mottolino ja. in, uh, in Livigno, die ja. Jou ook wel bekend zal zijn? Um, ja, die, die eerste, het geasfalteerde stuk is uh, de Paso era uit de lastige kant. Dat is, uh, dat is toch al met steile stroken in. En dan daar linksop draaien en nog die greppelstrook erbij, dat, uh, ja, dat, dat gaat niet gemakkelijk zijn. Je hebt ook uh, praat tot die Tivo. Mm -hmm. Toen ze regelmatig weerkerend is dat in, de, in Tireno Adriatico ja. onlangs nog. Uh, met Wout van Aert, die tweede werd achter, ay, niet tweede, tiende in de rit, denk ik, maar daar tweede werd in Tirreno achter Pogacar. Uh, de fameuze Tirreno, waar al de grote zich een beetje zijn nek afreden, denk ik. Met ook Mathieu van der Poel. Ah, uh, ja, ja. ja, ja. Dus uh, ja, nee, Allee, dat is het. Italië heeft de meest interessante geologie, misschien wel wereldwijd. Dus je vindt daar altijd wel ergens een kasken of een Col, of, een, kol, of uh, een puist om het verschil op te maken. Ja. De Koninginnenrit, waar Jan naar verwijst, naar Livinio Markt, 222 kilometer. Met ook de Mortirolo ook nog uh, onderweg. Dat is op zijn giros natuurlijk weer wel. Hè. Meer dan 200 kilometer op zo'n parcours. Ja, ik denk dat uh, veel mensen zich daar een beetje op verkijken. Ik heb al dikwijls gezegd de Tour heeft de meeste impact Maar uh, van alle drie de grote rondes is de Tour de gemakkelijkste. Tussen haakjes. Hè. Ik bedoel dan, qua media-aandacht is dat natuurlijk. Mega groot. Maar uh, qua parcours en, en Stijltegraad en, en lastigheid in het algemeen zijn die twee anderen het ook wel uh, heel heel lastig. Zeker de Giro. Ja. Op bijna laatste rit in het uh, slotweekend. dan, mm. Twee keer de Monte Grappa. Dat, dat hebben we ja. ook gedaan in 2010. Dat weet ah, ja? ik nog, ja, exact dezelfde rit, Nibali won dat toen. Dat mm. was dat eigenlijk. Uh, Nibali en dan uh, daarachter ook nog Basel, maar Nibali kwam alleen aan. Ik denk dat hij in de afdaling was weggereden. Uh, en ja, dus ja. ik heb hem ook twee keer opgereden. Uh, <laughs> ik was ondertussen gevallen daar in Laquila, dus het beste was er af. Uh, ik zat met een klein fractuurje in mijn bekken, maar dat wist ze toen nog niet. Uh, en uh, ja, de Monte Grappa is een van de meest historische klimmen van, uh, van Italië. Ik denk ook uh, misschien een beetje beladen met Wereldoorlog 1, zelfs. Allee, ik denk dat er boven een of ander monument staat. Ja, ja. Maar uh, dat, is een, dat is een super lastige beklimming. Halverwege zit er wel een kort stukje afdaling in, maar uh, ja, dat is echt. Uh, dat is het... Eigenlijk kunnen je dat gerust een Italiaanse mog van toe noemen of zo. Dat ligt een beetje ja. apart, maar uh, dat is echt uh, een hele mooie scherprechter. Ja. De aankomst ligt wel kort na de afdaling. Is dat om problemen vragen? of uh, Laten we dat oh. passeren. Ik denk dat uh, dat wordt met zijn momenten belicht maar ik denk dat het gewoon onderdeel is van, van ja. en Je kunt dat niet weg, wegcijferen. Als je erop moet, moet je er ook af. Of het is aankomst boven. Maar uh, zoals was net zeggen van de gravelstroken. daar kan je risico op valpartijen hebben. Uh, soms zien we de meest indrukwekkende valpartijen waar ze niet normaal zouden plaatsvinden. Dat, kun je, dat kan je gewoon niet negeren. Nee. Ja? eens? Ja, nee, absoluut. Uh, Alleen. Het is gewoon zo dat als je een col oprijdt, je hem vaak ook af gaat moeten rijden. Of wat moeten we beginnen doen? Alleen nog vlakke ritten geven met aan eind, één, één aankomst bergop. En um, ik kan u verzekeren dat ze met niet veel samengaans boven zijn. Dus dan um, ja, moet je zelf ergens uh, een logische grens bepalen tot waar je kan gaan. En, en, en daar niet over natuurlijk, in het nemen van risico's dan. Mm, want ja, veiligheid is al het hele jaar een, een thema in het uh, wielrennen. En het gaat dan voor een stuk ook over de ingesteldheid, maar ook ja, over de bescherming of het gebrek aan bescherming bij, bij renners. Moeten daar dringend stappen in gezet worden? Man? Ja, dat denk ik wel. Allee, dat, uh, dat lijkt me de meest logische oplossing voor alle risico's die genomen worden. Want ja, het is topsport, het is deel van, uh, van uw werk om risico's te nemen ergens. En ja, er, er zijn zoveel onbekende factoren waar je eigenlijk uh, niet, niet veel uh, aanpassingen aan kan doen, maar die daar toch zijn. Elk paaltje en elk een boom langs de weg is eigenlijk een gevaar voor als je daar... Hey, er kan altijd iets gebeuren voor u waardoor dat je van je ideale lijn moet afwijken en dat je ineens tegen dat obstakel terechtkomt. En dan is de meest veilige oplossing gewoon uh, die bij jezelf en uh, dat is een betere bescherming van de renner aan zich. Yeah. Die valpartij ja. ook in het Waars of Vlaanderen. Ja, in C is dat geen gevaarlijk parcours. Hè. Nee. Dat is deel van de koers dat je daar begint te wringen voor, uh, voor, om vooraan op te draaien. En dat gaan we nooit uitkrijgen. Dat is logisch dat je. Iedereen daar, wil daar vooraan ja, zitten. Ja. Dat is wat je koers-koers maakt. Hè. Anders uh, ja, dan is het een, een rit met de gepensioneerdenbond Bond. <laughs> met ook op. op uh, op, uh, op zondagmiddag, dus uh, helaas, uh, er moeten risico's gepakt worden en daarom denk ik wel dat het tijd is dat de geesten rijpen om uh, de renners dan toch beter te beschermen door uh, ja, ver, uh, meer technologisch hoogstaande kledij. Ja, innovatie is uh, daarin belangrijk, uh, Mark. Maar ja. Die zit er voorlopig nog niet uh, aan. Oh ja, uh, ik moet wel zeggen, uh, de, st de stuurmanskunst van de renners is er enorm op vooruit gegaan. Als ik soms uh, vroeger in de volgwagen zat en je ja, kwam daardoor een stadje of een, een dorpje, dan vroegen we af: oh, hoe zijn ze hier gereden? Uh, zonder val. Dus uh, ze kunnen al wel een stukje met de fiets rijden, maar ze rijden dan ook allemaal zo dicht bij elkaar in die, in die bredere stukken. Met mensen dat er dan verkeerd gaat, ja, dan krijg je zo'n ja, kegeleffect, dat zullen we maar noemen zeker. Um, maar ik ben zeker ook voorstander. Jan heeft er een ballon over opgelaten. Van, Beschermende knedij. Um, ik zou zeggen, laten we ons aan beginnen. Want eer het gaat komen, dat gaat nog even duren. Want dat gaat dan moeten, ja, één, voor iedere renner of iedere ploeg moeten zijn. Mm. Uh, hoeveel, hoeveel weegt dat? Hoeveel uh, impact heeft dat op de aerodynamica? Noem maar op. En dan op de UCI, uh, het allemaal gaan reglementeren. Dus uh, daar gaat nog een tijdje over gaan, vrees ik. Ja, helaas. Helaas. Ja. Maar goed, het, er moet over gediscussieerd worden. Ja, ja. uh, Absoluut. Nagedacht in elk geval. Terug naar de Giro-mannen en we gaan het uh, even over de deelnemers hebben. Ja, dat hij Pogacar bombarderen tot uh, topfavoriet is natuurlijk een understatement. Hij waagt zich aan de dubbel Giro Tour, Mark. Dat is uh, ook voor een renner als Pogacar ambitieus, toch? Ja. Ik kreeg onlangs die vraag ook nog van uh, waarom nu in deze omstandigheden, vingergaard gevallen, gevallen? Even een poel, toch ook uh, er even uit. Zou het niet verstandig zijn om gewoon alles op de toer, want het is weer zijn kans om te winnen? Maar zo zitten die mannen, uh, ja, gelukkig genoeg voor ons, niet in elkaar. Die hebben dat aangestipt en die willen gewoon twee keer winnen. Um, en misschien is de kans zelfs groot dat dat nog lukt ook. Ja, kan het, Jan? Het kan sowieso, maar. Ja. 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 Als Gems hier rijdt en hij wordt ja. niet moe, hè? Dus, uh, als de rest ligt af te zien, dan, uh, dan heeft hij nog een heel wat energie over. Dus ja, de, de, de fysieke load van die wedstrijd gaat ja, voor Pogatjar, denk ik wel, als hij niks tegenkomt, uh, zo, ja, zullen ze gewoon een valpartij maakt natuurlijk, dat die load stijgt, dan, uh, gaat die, dan gaat die normaal gezien een stuk lager liggen dan voor andere renners. Dus hij zal daar waarschijnlijk wel relatief gezien frisser uitkomen als alles goed verloopt. En dan ja, moet een dubbel eventueel wel kunnen. Ja. Ja. Je hebt om de zoveel jaar wel eens uh, van die extreme fenomenen die dat, dat kunnen klaarspelen. En als iemand het uh, nu zou kunnen, dan, dan lijkt Pogajar wel de man. Ja. Maar dan op een ja, bijna spaarstand. Of hoe moeten we dat dan zien? Ja. Ja, ik heb Is... het zo eens genoemd. Ja? Uh, ik veronderstel dat hij uh, in de eerste week al op gaat proberen van een, een goede voorsprong bij, bij elkaar te fietsen. En dan uh, zo spaarzaam mogelijk door dat tweede gedeelte te gaan. Uh, natuurlijk, op spaarstand is misschien een beetje grof gezegd, mm -hmm. maar uh, het gaat hem toch in ieder geval minder energiekosten dan uh, de tweede inrij. Ja. Is het parcours ook op zijn maat uitgetekend? Jan? parcours is extreem op zijn maat, hè? maar ja, dat gaat altijd. Zien. Als er een Giro is, Het gaat heel moeilijk worden om een Giro uit te tekenen of toekoer een wedstrijd die niet meer op maat van Pogacar mm. is. Uh... Hij kan, hij kan alles aan en het moet zelfs niet heel lastig zijn voor hem om het verschil te maken. Dan, mm. uh, dan rijdt hem gewoon op die ene helling net zo hard dat de rest uh, zijn benen vollopen En wie kan volgen, is daar vaak toch ook wat opgebrand. En uh, die, dat werkt hem dan wel af in de sprint. Dus, uh, maar ik vind het wel een, een heel geslaagd parcours. Ja. ja, ik denk wel dat ze hem ook uh, graag uh, aan de start hadden. UAE uh -huh. uh, is. Um is ook de omkadering is helemaal Italiaans. Ik denk dat ze daar wel flink aan, zijn, aan, aan iemand zijn mouw getrokken hebben om hem toch naar de Giro te lokken, en uh, dat is gelukt. Ja, en het is ook bij zo'n fenomeen, om het zo te noemen, een kwestie van koersen afwinken, wedstrijden afwinken om die op hun palmares te hebben. Uh, hij heeft al twee keer de Tour gewonnen. Het gaat bij Pogacar niet noodzakelijk om meerdere keren de Tour te winnen, maar gewoon om die, die wedstrijden op zijn naam te hebben. En dus de Giro mag niet ontbreken. Ja, dat, dat denk ik wel. En... Allee, achteraf in zijn carrière, en als hij gestopt hmm. is, zal hem daar uh, met heel veel plezier op terugbrengen. Nu hoop ik wel eigenlijk dat hij in de eerste plaats toch zie dat hij minstens vijf keer de ronde van Frankrijk wint. <laughs> ja. <laughs> ja, hij is nu toch echt wel van dat niveau geworden dat dat uh, een beetje raar zou zijn als, als het bij die twee overwinningen zou blijken. Dan is ja. daar zijn hegemonie toch gestopt. En... Ja, als je dan onlangs nog Luikbasena luik ziet, dat, dat ging zo vanzelf. Die hij valt eigenlijk aan, of voor Lare Doet begonnen is, mm -hmm. dan zeiden dat wel van hoeveel overschot moeten we dan wel niet hebben. Ja. Vervolgens rijdt hem alleen naar de Roche waar waar het hem dan in zijn alleen, terwijl het hem eigenlijk voor niks nog aan het rijden is. Nog altijd rappen naar boven uit dan die mannen die proberen naar zweer te worden. Dan zeiden je wel van ja, wat is hier aan de hand? En dan wilde dat wel terugzien, ook in, in, in de Ronde van Frankrijk, vind ik. Ja. ja, want toen hij de tweede keer won, toen leken we zo op. Ja, op pech voor uh, drie, vier, vijf. En ineens komt er toch een vingergaard tussen staan. Ook al twee. Dus uh, eenvoudig zal het allemaal niet worden voor hem. Misschien heeft hij volgend jaar respect. Dus het kan zomaar allemaal uh, wisselen. Hè. Ja, toen Bernal de eerste keer won, dachten we ook dat we vertrokken waren voor een uh, ja. enorme reeks. Allemaal jonge kerels die vroeg ja. winnen. Mm -hmm. En dan toch wordt die reeks gestopt door valpartijen. Door. Ja, meestal. Ja. Je haalde net uh, Luik bastenaken Luik al aan. Jan, dat is een van de tien koersdagen van uh, Pogacar tot nu toe. En ja, wat hij op die tien koersdagen al laten zien heeft, is, uh, is ook van een ongelooflijke kwaliteit. Zot, hè? Ik weet nog dat ik voor die café koers, uh, we waren nog maar net daar, er stond nog 90 kilometer op de op mijn teller. En toen zag ik ineens wel eens al serieus aan de kop rijden ik zeg wat is er hier aan de hand? En dan bleek dat de inleiding te zijn voor zijn aanval op 81 kilometer van de streep. Ja, dat is, dat is gewoon waanzinnig als je eraan aan denkt, hè. En dat heeft ja. hij niet alleen daar gedaan, maar... Enfin, het waren er maar 30 of 35 in luik na Kluik. Maar zo'n solo, dat, uh, dat is ongezien, hè. Ja, solo van 81 kilometer inderdaad in de strade op weg uh, naar Siena. Dus, we zijn het erover eens, topfavoriet zonder ongelukken wint uh, Pogacar de, de Giro. Daarachter. Hoe ver kan bijvoorbeeld een Kian broeks komen als het gaat om het uh, klassement. Uit de Broeks gaat voor het eerst? De Giro rijden dit jaar. Ja, ik ja. denk dat wij daar allebei wel heel benieuwd naar zijn. Uh, tot nu toe denk ik dat zijn uh, overstap niet het, het verwachte extra rendement heeft gebracht dat hij er zelf uit haalde. Hij zal daar ook heel eerlijk over zijn. En uh, ja, ik denk wel dat hij heel uh, sterk gebrand is om in deze Giro zijn stempel te drukken. En ja, dan. Eigenlijk is er veel mogelijk. Als je vorig jaar zevende wordt, geloof ik, in de Vuelta, uh, mm. dan, uh, dan zou ja, net zoals we in de voorbije koersen hebben gezien, het kunnen dat er achter uh, Pogacar een soort nivellering ontstaat waarbij iedereen, iedereen wat markeert. En dan zou het voor die resterende twee podiumplekken wel eens heel kort uh, bij elkaar kunnen liggen. Ja. Uit de Broeks, inderdaad. Ja. Achtste in de Vuelta vorig jaar, altijd top 10 in World Tour Rittenkoersen in 2023. En dan, ja, dit jaar, vijfde in uh, die Spaanse rittenwedstrijd, ook Gran Camino, en zevende in de Tireno. Alleen in Catalonië reed hij de slotrit niet uit wegens uh, maagproblemen, Mark. Maar dat is wel de, de enige, ja, denk ik, die je niet uh, aan de verwachting voldeed. Maar dat kan als je een probleem ja, medisch probleem hebt, uh, kan dat natuurlijk. Maar ik verwacht toch uh, dat hij uh, dat gaat herdoen, die top 10. Dan zie ik hem sowieso ineindigen. Uh, hij zit in een hele goede omgeving en uh, dat gaat zich misschien een beetje later dan anderen, maar toch uh, aandienen als uh, een goede zet. Ja. Heeft hij ook de juiste persoonlijkheid en de perfecte ingesteldheid, althans die indruk heb ik, om een grote ronder te zijn en resultaat neer te zetten in zo'n grote ronde? Ik ken hem persoonlijk niet zo goed, uh, of helemaal niet, maar ik hoor dat hij toch uh, de perfectie wil benaderen. En ja, dat is, uh, dat is toch een kwaliteit die je moet hebben als je die, die grote rondes uh, heel dicht wilt eindigen. Ja. Jan, de... dat is ja, de ja, vraag. Ja, nee, ik, mijn... uh, ik heb er ooit mee gebeld over uh, toen hij nog junior was en uh, het verschillende aanbiedingen van uh, verschillende teams. En hij vroeg me een beetje wat dat dan moest doen. Ook onder meer, omdat ik toen bij Sunweb was verzeild geraakt en hij had een aanbieding van, van die ploeg. Um, en onlangs hebben we uh, ja, een gesprek gehad uh, voor de krant ook over. Um, over de Giro. Maar wat mij altijd wel opvalt, is inderdaad dat uh, heel, de lat heel hoog ligt voor zichzelf, maar hij, hij durfde dingen ook wel te benoemen. Dus dat was echt een aangename vaststelling. Allee, ik stelde misschien een paar kritische vragen, maar het is niet dat hij dan trek klapte of dat uit de weg ging. Integendeel, hij, hij gaf daar wel uh, heel goede antwoorden op. Dus ik, uh, ik zie dat wel graag en hij is altijd goed laag. Dus uh, hey. In, op papier is hij een herinner die het allemaal heeft om uh, hoog te scoren. Maar ja, er, de, de, de top is breed geworden achter die, achter die superfenomenen. en uh, ja, Dan moet het af en toe eens meezitten. Nu ook in Italië. We weten allebei, het kan daar ook uh, heel, hard, heel slecht weer zijn. Oh, en dan nice. wordt uh, de, ja, de load van die koers ineens weer een stuk hoger. Dan uh, krijgen we weer net andere types die dat daar beter mee omgaan. Italië is ook een koers buitenstek waar veel boven de 2000 meter wordt gekoerst. Uh, mm. Dat is misschien de enige grote ronde waarin dat, dat zo'n belangrijke... Uh, effect heeft, dat is dan eigenlijk vaak iets beter voor die Colombianen. Dus uh, ja, allemaal dingen die, die we bij, uh, bij Kia nog moeten uitvinden, hoe ver hij daarin komt. Maar het is een logische stap in zijn ontwikkeling om nu deze koers te gaan rijden. Mm. En hij is nog altijd maar 21. Hè, maar. Hij is nog, nog maar 21. Uh, dat zal nu een voordeel zijn, dat hij nog uh, ja, veel jaren tegemoet gaat. Maar hij is inderdaad uh, altijd goed lachs, dat heb ik ook al gezien. En uh, in hetgeen dat ik lees en hoor, dat uh, zijn toch allemaal positieve dingen. Ja. Ja. Uh, andere klasse mensenrenners. Thomas. Een uh, laatste kunststukje voor het podium op zijn 38e Jan? Ja, misschien met die tijdritten. Bij Inios uh, moet ik toch zeggen, ze hebben ze de laatste jaren wel weer uh, een nieuw blik uh, innovatie in, in tijdritten opgetrokken, Want ik vind dat die altijd in de breedte heel goed voor de dag komen. Dus dat, dat pleit in zijn voordeel. Uh, ja, uiteindelijk was hem vorig jaar ook heel nipt uh, tweede, nee, denk ja. ik. Hè. Dus ja, het zou kunnen, maar. 38. Ja, het, het begint toch te wegen. En ja. Ja, vorig jaar is alles vrij goed gegaan, zonder kleedscheuren erdoor. Maar het is ook nog wel eens iemand die ja. wel eens in een valpartij betrokken raakt. En uh, ja, dan, dan zou het moeilijk kunnen worden. Maar ja, het is hem gegund. Maar er is heel veel ay, tegenstand voor, uh, voor diezelfde twee podiumplekken: ja. Tijm en Arendsman. Proegmaat van uh, Thomas. Ja, Die zou dubbel kunnen van profiteren, dat zou kunnen. Uh, maar het is inderdaad, in die tijdrit hij toch nog altijd goed scoren. En het is toch uh, 71 kilometer. Ja. Dus dat is niet onaardig. Om daar ten opzichte van Bogaccher had hij misschien ja, niet veel tijd te winnen. Maar ten opzichte van die anderen, ik, noem, ik had een naam ook op, op bijgezet, Bardet. Mm -hmm. Dat is niet net zijn minste kwaliteit tijdrijden. Dus daar gaat hij veel minuten verliezen. Die je gaat moeten terugpakken in, in, de, in Bergritten. Ja. En uh, ik herinner me twee jaar terug, was het in de tour, uh, werd Jerryn Thomas ook derde. Prachtig. Hè? Maar ze hielden er eigenlijk geen rekening mee. Die twee uh, die reden hem voorbij. Als dat stil stond, dan wachten ze weer. En dan kwam mij weer voorbij. Het was echt zo, ja. <laughs> we spelen er gewoon mee. En, uh, en nu staat hij na, in dat rijtje van voor de tweede plaats. Mm -hmm. Misschien meer een lichte voorsprong met die tijd. Ja. Uh, nog namen voor uh, ja, top 10, top 5. Martinez, O'Connor, Carti, Caruso, Tiberi. Halen jullie daar ook uh, nog namen bij? Of, uh... um, ja, echt exact. is alles nog niet afgeklopt wie er mee komt. Maar, maar. Uh, bijvoorbeeld ja, Quintana. Uh. Dat is zo'n een vraagteken. Cool. Ik vind dat wel iemand die interessant zou kunnen zijn, uh, die toch altijd goed, ja, goed gereden heeft in een Giro ooit gewonnen. Uh, en die hoogtes ook. Ja, het is dat. Mm. En echt iemand waar we voordien misschien geen rekening mee houden, die met een, uh, met een lange ontsnapping uh, echt in het spel komt terug. Da mm. daar, daar hou ik ook wel echt rekening mee. Het zou wel ja. eens heel vroeg uh, allemaal wat in zijn plooi kunnen liggen en dat ze bij UAE zeggen: van Zeg, we gaan hier niet elke dag op kop rijden, ja. want we staan zover voor. En dan kan iemand die op dat moment bijvoorbeeld al op 10, 15 minuten staat, echt uh, een, een geweldige slag slaan. Eigenlijk ook, ja. Ja, dat zien we soms in de Tour ook gebeuren. Mm -hmm. hè. Eens over de helft de laatste week zo, ontstaan er van die kopgroepen 30, 35 man. En dan is het ook zo'n beetje kijken wie zit daar nu tussen. En dan begint er ineens een ploeg, niet die van de leider, op kop te rijden, omdat hun vijfde plaats in het gedrang komt, of zesde plaats, of vierde plaats. En dan is UAE natuurlijk uh, op zijn gemak en kunnen ze zeggen doe maar gerust rust voor die vijfde plaats, On ons interesseert het niet. Ja. En dat is een beetje wat ik daarnet ook naar doorwees, uh, Pogacar eerst wat tijd pakken en dan de koers met beetje laten lopen en zien wie er geïnteresseerd is voor het podium of, of plaats 5-6. Ja. Als we het dan over ritzeggers hebben, er komen ook heel wat sprinters aan de start van uh, de Giro met uh, Merlier. Er zijn er onwaarschijnlijk veel. Mm -hmm. Ja, Milan, Groves, dat zijn nog maar de belangrijkste. Namen. Ja. Iedere sprintrit gaat een sprint worden, denk ik omdat de ploegen daar ja. zo naar werken. Ja, als je daarmee een sprinter bent, kan je niet zeggen van vandaag rijden we niet, want uh, mm -hmm. het is je enige kans, of misschien een van de enige kansen om een rit te winnen. Uh, ervaring leert me dan dikwijls dat er toch een, eentje van die sprinter drie ritten gaat winnen. Dan blijven er nog drie over. Ja, <laughs> ja nee, dat, dat zou wel eens kunnen. Ja. Ik, vaak heb ik er een die dat dan net uh, er maar ja. bovenaan steekt. Uh zijn in Giro ook wel vaak sprinters die komen na toch nog altijd een klimmetje of zo, dan maakt dat vaak uh, ja, een sterke sprinter is. Dus ik ben ook heel benieuwd naar ja, een echte sprinter kun je kunt het niet noemen, maar naar Girmai bijvoorbeeld, die ja. Ja, in de eerste twee ritten toch wel twee ritten vindt die hem, uh, in de eerste vier ritten vindt hij twee ritten waar de, de derde en de vierde die hem eigenlijk op papier wel goed moeten afgaan. Uh, ik zag die onlangs uh, bij de voorstelling van zijn documentaire die nu uitkomt. Hè. Nou, ik vond wel dat hij een heel goede indruk gaf. Hij uh, zag er ontspannen uit. Ja, we vergeten het rap, maar uh, toen in 2022, geloof ik, toen had hij won in Yeezy, toen reed hij eigenlijk echt wel een heel sterke Giro. Uh, ook uh, daar in die lastige aankomst waarvan Van der Poel oh, de kast. Uh, ja. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is ook altijd uitkijken voor mij. Naar Ewan, maar ik kent die ook goed. Het kan niet dat dat ineens allemaal weg is. En het is ook iemand die eigenlijk wel goed een helling overgaat. Dus, uh, ja. Ja, er zijn uh, veel interessante sprinters. Het gaan heel uh, beladen sprints zijn. De, de, het niveau zal heel hoog liggen. Kading Grow ja. daar ook tussen. Dat is Brons. ook iemand die nog niet goed heeft gereden dit jaar, maar wel vorig jaar naar Ritwon. En ja, toch uh, de body heeft om een, om, uh, een geaccidenteerder parcours aan te kunnen. Ja. Kijle Pioen, Mark, is die ooit eens dus niet beginnen winnen in de Giro na een interventie van jou? Ja, dat was een heel verhaal. Um, o, niks was meer goed uh, in die Giro. En uh, toen kreeg ik de vraag van een aantal renners, kunnen Genneke niet komen met hem klappen? Want het is, hier, het is hier een ijskoude sfeer aan het worden. Hij wil zelfs niet met ons eten aan tafel en zo. En ik weet nog, Giro is traditioneel ook redelijk laat aankomst. en ik was uh, Opgevlogen, ik weet niet meer waar het was. Uh, hun huurauto had daar gereden. En, uh, het was pas, pas half tien, denk ik, als ze in totaal toekwamen. En toen uh, kwam hij als laatste zo nonchalant van de bus gestapt. En uh, hij zei: Ah, je bent gekomen vandaag. Ja, ja. Uh, en hoe was u de reis? Ik zei: Het was allemaal goed. Ze zijn we bijna speciaal voor u gekomen naar de, naar de Giro. Ah, ze kunnen niet naar, naar mijn kamer komen. Nu, zei hij. Het is verbaasde Ja, nu, hè. Uh, en Ik deed mijn verhaal van wat is dat hier allemaal. En, uh, waarom dit, waarom dat? En toen begon hij daar... Uh, ja, ik liet hem zijn, zijn gal ik zal het zo maar zeggen. Dat was niet goed, die deze werk, niet. Ja. Het was allemaal slecht. zoals dus als ik het goed begrijp, ga je gewoon zijn naar een andere ploeg. Hè. Zo simpel is dat toch? Ik denk dat ook, hij. Ja. Maar had zijn ding eens kunnen zeggen. En ik zei maar eerst gaan we deze Giro. Giro uh, doen waar we voor gekomen zijn. Jij ging één of twee ritten in, dat kan nog altijd. En morgen staat die ploeg voor 100% achter u. Daar ga ik voor zorgen. Ah ja, dat is, dat is goed gezegd. Maar eerst gaat u excuses aanbieden. Morgen in de bus. Aan iedereen. je dat doen? Ja. ja, dat ga ik doen. Hè. Maar het was een uur later. Moest er nog gemasseerd worden. Um, en ik. Van een aantal jongens die me direct aanklapten, zo. is het gelukt? Is het gelukt? Verzorgers ook en zo. Ik zeg, ik weet het niet, ik weet het echt niet. Maar uh, het feit was dat ik dag nadien woon en dag nadien ook nog eens. Psychologie, hè? Ja, ja. Het kan groot een groot stuk. verschil maken, ja. ja. Dat wordt vaak onderschat. Uh, persoonlijke band met, uh, met de leiding en al. Uh, dat is toch heel vaak belangrijk. Uh, ja. Ja. Een luisterend oor op die momenten, eh, eerder dan. Dat, is waar. Uh, dat wordt vaak nog uh, te veel vergeten. En ik denk ook wel eigenlijk dat daar vorig jaar helemaal is misgelopen tussen Lotto en uh, ja, de nieuwe leiding, die daar misschien niet genoeg voeling mee had. En misschien ook wel heeft. Uh, als we kijken naar wat de Lee nu voor had uh, in het voorjaar. En uh, ja, het is, uh, de nieuwe wind is uh, soms goed, maar niet altijd direct beter. Ja. Uh, deze Giro uh, mannen. Er komt ook uh, iemand aan de start die bij die valpartijen waarvoor Vlaanderen was uh, betrokken was, Jasper Stuyven. Uh, goed dat hij uh, fit geraakt mm -hmm. is natuurlijk voor. Uh, ja absoluut. Ik denk dat hij niet zoveel dagen zonder fiets geweest heeft, maar het is toch wel, uh, ja, van, van op de rollen naar de deal, het is toch uh, een grote stap. <laughs> ja. Er zijn uh, nog andere namen natuurlijk opvallende namen zoals Julian Alaphilippe. Wat verwachten jullie daarvan? Ja, de Giro, dat is zo'n koers waar Juliana eigenlijk, een goede Juliana Filip ja. uh, zes zeven kansen heeft. Hè, en dat, ja. Ik, ja. Ben, ik ben even benieuwd, maar uh, als je dan hoort dat hij het voorjaar eigenlijk in niet optimale omstandigheden heeft afgewerkt, voor een kleine, ja, we zullen het een fissuur noemen, in zijn knie, Dan hoop ik dat dat nu opgelost is en dat hij ja, goed getraind heeft. En dan is dat iemand waar je in dit soort parcoursen altijd rekening mee moet houden. Hoe dan we Ja, inderdaad, laat ons hopen dat hij op niveau is, Juliana Filip. Uh, iets om naar uit te kijken. Helaas moeten we hier al afsluiten. Uh, mannen, bedankt voor de komst en uh, de verhalen en uh, de uitleg. Nog even reclame maken voor de Jeugddag van de Ronde van Vlaanderen die wij op uh, pix.be live gaan uitzenden op 19 mei. Dat is wel in volle Giro, maar uh, op het tweede scherm kan je dan bijvoorbeeld kijken naar de Jeugddag van de Ronde van Vlaanderen. Bedankt dat u bij ons was en tot een volgende keer. Hey.